Ja, dan ben ik voor mijn gauw ook nog even het grasveld aan het mesten. Ik heb net verteld wat onze medewerker doet, hè. Hij maait het en alles wat er afkomt, komt weer tussen het gras in te liggen. Dat is eigenlijk al een soort voeding voor het gras. Dan ga ik het nog mesten, dat zorgt ervoor dat het nog eens mooi groen wordt. Het is een biologische meststof, maar er zitten ook bacteriën in. En die bacteriën die zorgen ervoor dat het gras eigenlijk opgenomen kan worden in de bodem. Het wordt binnen 2 dagen verteerd en dan is het dus een extra voeding. En zo helpt het elkaar ook nog eens. Eco-stijl. Van nature bewust.